maken, maar zo goed mogelijk na en minuutje begint nu. En mijn vrouw ligt naast me en zegt, ja, jezus man, wat lig je allemaal, wat droom je? Ik zeg, ik moet komend weekend het eerste voor Feyenoord spelen. Ze zegt, maar dan zou ik eerst vanmiddag maar een paar voetbalschoenen gaan kopen, want zij is heel praktisch. Het is wel jammer dat de openbare scholen, die hebben allemaal van die slappe zeiknamen, weet je. Het is allemaal de wilge tak en de regenboog en het kompas. Ik fietste in Amsterdam langs een islamitische basisschool. Die heet Al-Wahaf. Nou, daar fiets ik de volgende dag niet meer langs, hoor. Echt niet. En op dat moment doet Akili alleen heel even. Gewoon heel even subtiel voor de goede verstaander. Het weekend daarop op het Taalkanaal. Wel even live naar die wedstrijd van Feyenoord zitten kijken natuurlijk. En alle drie de keren dacht ik, nou, ze hadden mij eigenlijk best kunnen gebruiken. Ja, stop maar. Heel mooi hoor. Ja, het minuutje is wel voorbij.